U hebt onlangs 3 kratten bier gekocht. We hebben er nu 5 in de aanbieding. Ik ben de vestigingsdirecteur van Vastligro Almelo sinds februari vorig jaar. Wij zijn groothandel en wij zijn groothandel voor MKB en horeca. Dus het kan zo zijn dat we niet bij iedereen bekend zijn. Want op het moment dat je geen inschrijving hebt bij de Kamer van Koophandel, kun je bij ons helaas geen inkopen doen. Dus we richten ons op de ondernemer en op de horeca. Landelijk gezien wordt er vanuit Veghel ons hoofdkantoor marketing gedaan om onze vestigingen. We hebben er 50 in Nederland, waarvan Almelo er één is. Om die vestigingen onder de aandacht te brengen. En we staan goed bekend bij horeca en MKB. Dus onze klanten weten ons goed te vinden. Sligro breed zijn er 12.000 medewerkers werkzaam. En de regio Twente, we hebben 2 vestigingen. 1 in Enschede, 1 in Almelo en een bezorgservice in Enschede. Schat ik in dat het er een paar honderd mensen zijn. En in Almelo zijn dat ongeveer 35. Al met al 25 fulltimers. Wij zitten aan de Van der Broekenweg 12. Daar hebben we een hartstikke mooie locatie. Goed te bereiken met de auto. Parkeerplaatsen om ons pand heen. Dicht bij de A35. 10 minuutjes van de snelweg. Dus we zijn prima te bereiken. Los daarvan, aan mij de grote eer om ieder jaar rond deze tijd samen met u enige bespiegelingen aan onze mooie stad Almelo te wijden. Dat moet je ook maar 1 keer per jaar doen, want anders wordt het vervelend. Als we 1 keer per jaar... maar wij als Groep Heilen hebben een geloof in de plek in Europa. Ja. We bouwen een logistieke campus van 180.000 meter op het XL Business Park in Almelo. Wij bouwen voor de markt en wij verhuren onze panden aan onze eindklanten. En wij houden de panden ook als eindbelegging in portefeuille. Nou, dat is een hele mooie USP, hè, unique selling point voor het XL-park. Dat is heel belangrijk voor onze klanten. Ja. Omdat de meeste goederen toch via container, via Rotterdam worden aangevoerd, is dat heel erg belangrijk. Wij zijn 1 januari gestart met de bouw van fase 1, dus 43.000 meter hal. 1100 meter kantoor, 200 meter kantineruimte en allerlei locker rooms. En dat moet medio juli dit jaar klaar zijn. Nou, misschien komt dat er goed uit, omdat die sluis bij de Waarbeek, die gaat in reparatie. En dan komen er heel wat schepen naar Almelo. Dat klopt, dat heb ik ook begrepen. Dus die hele operatie die in Engelo plaatsvindt op containergebied, die gaat via Almelo. Dus het wordt druk. Dus er wordt veel bouwverkeer verwacht, veel containervervoer. Dus er wordt veel drukte op de XL-park. Nou, ik wens u veel succes daarmee. Heel erg dank. Het gaat door.